Ja, ik ben hier in de Diamando en bij me staat Regina ten Kade. Regina, vertel eens eventjes, wat hebben jullie hier wat nieuws bedacht in Ballenbrug? Nou, wij zijn met 4 vrienden, 2 mannen, 2 vrouwen. En we hebben op een zondagmiddag, vorig jaar in de zomer, al zaten we bij elkaar gezellig. En toen hebben we bedacht van, nou weet je wat, we gaan hartstikke gaaf, laten we dat doen. Laten we ook eens een keer een festival organiseren. Nou, dolle pret natuurlijk. En we hebben het gewoon uitgewerkt. En zij hebben jonge kinderen van baby tot met kleuterleeftijd. En wij hebben puberscenario's, we hebben dat gewoon uitgewerkt. En zo werd het een familiefestival. En daar zijn we vandaag. Nou, gek toch? Ben je ook gespannen? Want dan kan ja, me worden. Ja, ik vind het hartstikke spannend. Nee, ik vind het ook heel stoer dat we dat met z'n allen geregeld hebben. Hè. We zijn natuurlijk gestart met niks. En we met gewoon goed hard werken, overleggen en fijne sponsoren nog. Is het gewoon gelukt om hier met z'n allen te staan met een fantastische gave band op het podium. Nou, volgens mij gaan we een fantastische dag beleven. Dat kan in Ballenbrug, hè? Dat kan allemaal in Ballenbrug. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, natuurlijk kan het ook in Ballenbrug. Ja, natuurlijk kan het ook in Ballenbrug, ja. Regina, wat kunnen de mensen hier verwachten? We kunnen hier verwachten. We hebben de hele diamanten al hem opgesplitst in 3 themapleinen. We hebben het grote Rabobank Muziekplein. Op het Rabobank Muziekplein spelen 4 bands spelen. We hebben Vangrail als de rode draad er doorheen. Dat is echt een hele goede, toffe band is dat. We hebben Odin komt vanmiddag. We openen straks met de Dikkakkers. En we hebben aan het eind van de middag hebben we de 3 J's. Dus nou, fantastisch toch? Nou, jullie hebben nog wat uitgepakt ook. De minste artiesten. Nee, ze zijn niet de minste. Nee. Ja goed, als je het doet, moet je het ook goed doen, dachten wij. Nou, dat leek er fantastisch op. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar we hebben ook nog voor lekker eten en drinken hebben we ook bij. Maar we hebben op het speelplein hebben we lekker eten en drinken van Buitenherberg Terlin en van de Kiwiet. En lekkere wijntjes van de Reeslandhoeven. En hier rechts van links van mij op het kidsplein kunnen kinderen zich helemaal vermaken met allerlei attracties van Augie. Dus kunnen ze springen, ze kunnen spelen, ze kunnen klauteren, ze kunnen de ballenbak, nou noem het allemaal maar. Ze kunnen ook een festivalkapsel kunnen zich aan laten lezen. Dus volgens mij is er echt voor iedereen wat. Echt van jong trouwens. Met andere woorden, wie er niet is geweest, heeft wat gemist. Ja, zo is dat. Oké, Regina, ontzettend veel plezier vandaag en veel succes. Nou, heel erg bedankt. Zomaar, ik vang me helemaal. Kom, pak je los, zomaar. Zomaar, ik kan was in de jaren.
Snappy hoort in een warm land thuis. En in Spanje is het op dit moment veel warmer dan in Nederland. Dus we moeten wel goed voor Snappy zorgen. Beloven jullie dat? Ja! Nou, Snappy, dan gaan we voor jou het volgende liedje doen. En jij doet mee, hè, Snappy? Oké, kennen jullie het vliegenlied? Hele en dan jullie!